Fiets. Dat is, ja, fietsen. Fietsen, wielrennen ook, hè? Ja, meneer. Echt flink. Ja. Een middle-aged man in Lycra. Ja. Ja. Is iemand, want dat is een beetje je nieuwe verslaving geworden, ja. Wielrennen. Ja, als ik iets doe, dan doe ik het ook. Dan doe ik het ook weer mateloos. 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 Ja. Iemand die ook mateloos is en diezelfde verslaving heeft, maar dat komt allemaal te goede, wil ook wat tegen je zeggen. Oh my god. Hey, oude rocker. Hey. Je zit nu bij Omroep Max te praten over jouw passie wielrennen. Maar ik ben heel blij hoe jij met je nieuwe passie geniet. Ik vind het fantastisch om te zien hoe je mooie nieuwe spulletjes koopt. Hoe je een mooie groep hebt gevormd om mee te rijden. Hoe je 20 kilo bent afgevallen, minder bent gaan drinken. Helemaal geniet van het fietsen. En dat is waar ik voor sta. Voor de rest ben ik ook heel erg, bewonder ik jou ook. Jouw werk voor Rode Kruis, voor de minder bedeelden in de wereld. De tweets die je stuurt, die zetten mij echt aan het denken. En ik denk dat je daarmee ook heel veel mensen inspireert. Het Serious Request verhaal van jaren terug en... Ja, je bent ook wat dat betreft een inspiratie voor de rest van Nederland. Dus hou dat vol. En binnen nu en een kwartier ga ik weer een paar uurtjes trainen in het zonnige kalp. Ik zit nu op het balkon. Ik hoop dat er niet te veel geluid was. Maar veel plezier met het fietsen. Laurens, wielrenner Laurens ten Dam, hè? Ja, dat is een klasbak, zoals we dat dan noemen. Maar hij is inmiddels, weet je, het is een renner... Op leeftijd. Ja. Maar jongen, die kan maar fietsen. Kan en hij rijdt af en toe, ik rijd af en toe achter hem aan en dan dat is het verschrikkelijk. Dan ademt hij 2 keer in en dan adem ik 25 keer uit.